Met de populariteit van de eerste Torque jas van Revit kon de opvolger niet lang uitblijven. Ik ben Oscar van MKC Moto en dit is de review van de Torque 2 H2O Ladies beschikbaar bij MKC Moto. De Torque 2 H2O Ladies is een jas die opgebouwd is uit een combinatie van textiel en mesh. En is voorzien van een los ademend en waterdicht membraan die er gemakkelijk uitgehaald kan worden. En hierdoor is de ideaal geschikt voor zomersgebruik, gebruik, maar kan die bijvoorbeeld ook op de wat koudere of nattere midseason of zomerdagen prima gebruikt worden. Het design van de jas is vrij neutraal gehouden, en hierdoor is de ideaal geschikt op een breed scala van motoren. Als we gaan kijken naar de veiligheid van de jas, dan zien we dat de buitenlaag is opgebouwd uit een combinatie van textiel en mesh. En dit zijn beide van zichzelf slijtvaste materialen. Maar hebben voornamelijk ook als voordeel dat op het moment dat het wat warmer is, ze goed door kunnen waaien. En dus juist ook op de warmere dagen prima in te zetten zijn. De jas is ook voorzien van impactprotectoren. En deze zijn terug te vinden op de schouders en op de ellebogen. Dit zijn de level 1 goedgekeurde C-Smart-protectoren van Revit. En deze hebben als eigenschap dat ze vrij soepel en flexibel zijn en dus eigenlijk nauwelijks te voelen zijn, maar wel gewoon level 1 goedgekeurde impactwaarde kunnen hebben. Doordraaiend naar de achterkant van de jas is de binnenkant van de jas voorzien van een pocket. En in deze pocket kan eventueel een level 2 goedgekeurde Seasoft protector gestoken worden. Op het moment dat deze protector in de jas gestoken wordt, is deze jas qua impactprotectie helemaal compleet. Als we gaan kijken naar het comfort van de jas, dan zien we aan de bovenkant rondom de kraag dat die wordt afgewerkt met een neopreen laagje. Dit laagje zorgt ervoor dat de jas in de kraag netjes afsluit en dat hij daar ook niet kan gaan schuren, omdat het van zichzelf een vrij zacht materiaal is. De achterkant van de jas is vrij neutraal gehouden en wat we zien is dat er een heel groot meshpaneel is aangebracht, zodat lucht die aan de voorkant van de jas die als binnentreedt, aan de achterkant ook gemakkelijk de jas weer kan verlaten. Net onder de kraag zien we ook nog een reflectiestrookje terugkomen, waardoor je ook s'avonds gewoon goed zichtbaar blijft. En als we de jas verder volgen naar beneden, zien we dat die aan de onderkant ook wat langer doorloopt, zodat je op die manier ook altijd een goede afsluiting behoudt. Als we de jas naar boven omslaan, dan zien we dat er jeansloops zijn aangebracht. Door middel van deze jeansloops kan de jas eventueel vastgezet worden op bijvoorbeeld je jeans, zodat die op die manier ook netjes op zijn plek blijft zitten. Als we dan terugdraaien naar de zijkant van de jas, dan is die aan de onderkant afgewerkt met een klittenband stelband, waarmee de jas op die plek eventueel wat strakker of wat losser gezet kan worden op het moment dat het nodig is. En ook zien we aan de bovenkant van de mouw wederom een reflectiestrookje terugkomen, wat ook daar de zichtbaarheid verbetert. Als we vervolgens doordraaien naar de voorkant van de jas, dan zien we ook daar weer de grote meshpanelen terugkomen die de lucht goed door de jas heen kunnen laten trekken. En ook rondom de borst zien we twee reflectiestrookjes terugkomen om ook op die plek weer de zichtbaarheid ten goede te komen. Aan de onderzijde zijn twee grote steekzakken aangebracht, deze worden beide afgesloten door middel van een ritsluiting. Hou er even rekening mee dat deze zakken van zichzelf niet waterdicht zijn, omdat ze zich niet achter het waterdichte membraan bevinden, dus dat je hier beter geen waardevolle spullen in op kan bergen. Vervolgens kijken naar de mouwen zien we ook hier dat het meshpaneel eigenlijk helemaal vanaf de schouder tot aan de onderkant van de pols doorloopt, zodat ook hier de lucht goed de jas binnen kan treden en zien we rondom de bovenarm nog een stelbandje zitten die af wordt gesloten door middel van een drukknopje. De onderkant van de mouw wordt rondom de pols afgesloten met een klittenbandsluiting waarmee de mouw eventueel gemakkelijk opengezet kan worden. En op deze manier kan je hem eventueel ook wat strakker afstellen rondom de pols op het moment dat je dat prettig vindt. De jas wordt rondom de kraag afgesloten met een drukknopje zodat hij hier ook netjes afsluit. En op het moment dat we de hoofdrits open doen. Dan is het eerste wat we tegenkomen de losse liner die erin zit. Deze wordt zelf ook weer afgesloten door middel van een rits en een extra strip om hem volledig af te sluiten. En het idee van deze liner is dat die van zichzelf wind- en waterdicht is. Zodat je dus ook met wat kouder of wat natter weer deze jas eventueel nog zou kunnen gebruiken. Deze liner is eventueel gemakkelijk uit te nemen door de drukknopjes die er zijn aangebracht. Dus op het moment dat het juist wat warmer of wat zomerser weer, weer is, kan je deze liner eruit halen en hou je echt puur een doorwei jas over. Op het moment dat we deze rits vervolgens ook, ook, ook openmaken en uiteindelijk alle klittenband openmaken en daarachter de hoofdrit zien, dan zien we dat de binnenkant van deze liner ook nog netjes is afgewerkt met een comfortliner. Het is namelijk een zacht materiaal wat aan de binnenkant is geplaatst, waardoor je op die manier ook daar een comfortabele aansluiting behoudt en dat de jas, dus de binnenliner, ook niet kan gaan plakken. Op het moment dat we de binnenliner eruit zouden halen. Dan is de binnenkant van de jas zelf ook afgewerkt met een meshmateriaal. En dit meshmateriaal zorgt er ook voor dat met warmer weer de lucht goed door de jas heen kan ventileren. zodat je altijd voldoende verkoeling behoudt. Maar heeft ook nog als voordeel dat de jas ook daar aan de binnenzijde niet kan gaan plakken. De jas zelf is ook nog voorzien van een binnenzak. en deze bevindt zich achter de waterdichte liner. Hou er wel eventjes rekening mee dat deze zak van zichzelf dus niet waterdicht is. Anne is 1,71 meter, 71, weegt zo'n 73 kilo en draagt van de Revit Torque 2 H2O Ladies een maat 38. Zoals we kunnen zien, sluit de jas netjes aan en is het voor haar ook de juiste maat. Hou er met textiel wel rekening mee dat de maat direct goed moet zitten, aangezien het materiaal van zichzelf niet meer gaat oprekken. Dus dat het eigenlijk gewoon direct bij aankoop goed zit. Ook is deze jas voorzien van een losse waterdichte liner die er eventueel uitgehaald kan worden, dus probeer hem ook even zonder deze liner, zodat je zeker weet dat hij in beide situaties gewoon goed en netjes aansluit. Bekijk de volgende video als je wilt weten welke maat jij nodig hebt of kom langs in een van onze winkels. Abonneer je op ons YouTube kanaal en druk ook op het belicoontje als je updates wilt ontvangen over onze nieuwe video's. Wil je meer weten over MKC Moto? Volg ons op onze socials. Deze vind je terug in de videobeschrijving. Ik ben Oscar van MKC Moto en bedankt voor het kijken.